Welkom allemaal. Oh, wacht even. Daar gingen we even crossen. Ja, dat kon niet. Mooi. Ik sta hier bij de heer Egbert ten Kate. Hij is eigenaar van het landgoed De Bellinghof. En vanmiddag heeft hij iets geopend. Kunt u daar iets over vertellen? We hebben hier aangelegd een nieuw landgoed van 11,5 hectare. En daar zit een wandelpad in. Een wandelpad van bijna 700 strekkende meters. En dat wordt nu, om 3 uur, is dat geopend voor alle wandelaars. Ja. Dus dan kan elke Almeloer daar gebruik van maken? Alle Almeloers kunnen hier straks wandelen. Het sluit aan bij een stuk Bellinghofsweg en een stuk Bellinghofsdwarsweg. En met die twee wegen erbij kun je een rondweg lopen. Circa 1,5 kilometer rond deze centrale weide. En wat is er nieuw sinds dat het is aangelegd? Dit was een open weide van 11,5 hectare. We hebben 2,5 hectare aan bosjes en bos aangelegd. We hebben 1 hectare aan vijver aangelegd. We hebben 23 solitaire bomen midden in de weide geplant. We hebben 8000 kleine boompjes geplant om het bos te worden. En we hebben allerlei meidoornhagen aangelegd, links en rechts van dat pad. Dus het is een heel landschappelijk terrein geworden. Wie is de architect van dit geheel? Ik heb ooit, 9 jaar geleden, deze wijk kunnen kopen van een boer hier uit de buurt, die vertrok. En toen heb ik het plan gemaakt, om er iets moois van te maken. Heb ik benaderd een zekere Michael van Gessel. Dat is een bekend Nederlands tuinarchitect. Zeer bekend voor alle dingen die hij op Twickel heeft, landgoed Twickel heeft gedaan. En die heeft dit plan getekend. En nu mag Almelo daar ook van mee profiteren. Nu kan Almelo er ook van mee profiteren. Zeker op dit soort mooie dagen.